Hele goedemorgen allemaal. Leuk jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag. Het is nu ongeveer 2:30. Ik ga zo meteen richting de stad. Ik heb afgesproken met Kiara om even wat leuke dingetjes te kopen voor mijn verjaardag. En een party outfit. Woep, woep, woep. Dit is wat ik draag. Deze champion trui. Die heb ik lekker in mijn broek zo gecropt. Dinges. Of hoe noem je dat? Ingepropt. Broek gaan hem. Deze komt van de Vintage Island. Schoenen en fans. En dan neem ik nog mijn fanny pack mee. Deze krijg ik ook best wel vaak de vraag over van waar komt die vandaan. Deze komt van Bershka. En deze heb ik volgens mij voor €13 gekocht. Ik weet niet of die er nog is. Maar ik zal maar even gaan kijken. Dus ik moet nu eigenlijk op gaan schieten. Want Kiara is al in de stad. Ik ben nog thuis. Dus ik heb al gezegd dat ik onderweg was. Dus kijk gewoon gauw mee. Inmiddels ben ik weer thuis. Dit is trouwens wat ik heb gekocht. Deze hele leuke trui bij de H&M. Met California erop. En Kiara had een heel leuk carnavals outfitje. Alleen wat ze niet wist is dat dit op de achterkant staat. En wat staat erop? Sex is funny. Sex is funny. Yay. Wacht maar, huh? Maar wat staat er dan nog? Sex is funny. Maar waarom staat dit tussen haakjes dan? Oh, ik zou gewoon iets overheen doen. Nee joh. Nou, wel leuk. En dan heb ik ook nog een ander shirtje gekocht. Een zwart shirtje. En die vond ik heel leuk. Omdat er hier stond Hollywood op. En op de achterkant staat ook Hollywood. Dus die heb ik ook gekocht. De trui was 19 en deze was 6. Dus chill. I like a bird and I fly away. Kiara, zing verder. Nee. Skip die shit. Oké, inmiddels zitten we op de bank nog steeds. En we kijken de finale van The Voice. Kiara, voor wie ben jij? Menno. Ja, Menno is dus net geweest. Ik weet dus niet wie er wint. Ik hoop. I don't know. Op wie dachten jullie dat we gingen winnen? Laat het even weten in de comments. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En het is buiten lekker weer. Dus ik ga zo meteen wel even naar buiten. Zitten in de zon. Maar ik ga nu eventjes douchen. En in de zon zitten. En dan ga ik daarna een video opnemen. Alleen ik weet nog niet wat voor video. Dus daar ga ik even inspiratie op doen. En dat doe ik dan via mijn Instagram of YouTube of whatever. Wil je me dat trouwens volgen op social media? Op Instagram vooral. Dan zal de link in de beschrijving staan of staat nu in beeld. En jullie denken, waar ben jij? Ik ben gewoon thuis, nog steeds. Dus ik ga nu lekker douchen en dan zie ik jullie zo weer. Kijk nou hoe lekker weer het is, jongens. Kijk dan. Heerlijk dit. Oké, inmiddels zijn we alweer een paar uur verder. En het is nu tijd om voor mij en Mitt pizza's te maken. Pizza in de oven te doen. Fungi, cheese onion. En de oven is bijna klaar. Dus dat ga ik zo erin doen. Oké, inmiddels is het alweer 11:00 en ik dacht, laat ik wat vragen gaan beantwoorden die op mijn Instagram zijn voorbijgekomen. Ik had namelijk een oproepje geplaatst op mijn Instagram van, wil je nog een leuke Q&A vraag stellen? En die hadden jullie heel veel. Ik heb er een stuk of 10 uitgekozen die ik ga behandelen in deze vlog. En volg ik me trouwens nog niet op Instagram, dan zal het linkje hieronder staan of nu hier in beeld. En dan kan je me lekker op volgen. Laten we eerst beginnen met de outfit die ik aan heb. Dat is deze trui van H&M. En broek is van Daily Paper. Maar daar gaan wij niet te veel aandacht aan besteden. Let's go, we gaan beginnen met de Q&A. Oké. Vraag nummer 1 is van Louise Laagstreepje Jansen.
fan en die vraagt leukste YouTube kanaal. Of course, myself. Nee, grapje. Leukste YouTube kanaal. Ik denk dat iedere YouTuber wel op eigen manier zijn of haar kanaal het leuk maakt, zeg maar. Maar ik denk toch, de YouTubers die ik dan kijk, dat zijn vooral Marsha dan en Nienke Plas, maar ook Laura Ponticorvo. En Nienke, ja, en Jamie Lee kijk ik ook heel veel. Volgende vraag is, favoriete kledingmerk? Ik denk dat het H&M is en natuurlijk Daily Paper. Wie is je YouTube crush? Ik denk Monica Geuze. Ja. Dan vraagt X Cindy VZX. Hey Sun. Die vraagt, waar zou je ooit nog eens op vakantie willen als je alles zou mogen kiezen? Ik denk Amerika. Vooral New York. Ik wil zo graag naar New York of LA of Miami. Gewoon Amerika. Nina.v.st vraagt het dorp of stad. Dan ga ik voor stad, maar dorp is ook wel heel chill. Omdat je daar gewoon alle rust hebt of zo. En het is ook wel wat cuter en wat schattiger. Maar ik denk, ik ben de stad nu gewend, dus ik denk stad. Dan vraagt Nina nog een keer, liever altijd koud hebben of altijd warm hebben? Altijd warm. Of altijd koud, want dan kunnen mensen je knuffels geven en zo. Dus dat. Dan vraagt Bibiana.bibi.anna vraagt, wil je later in het buitenland wonen? Ja. En dan vooral in Engeland of Londen lijkt me ook leuk om te wonen, maar ik denk toch wel Amerika, dat ik daar wel wil gaan wonen. Dan vraagt iemand, heb je ooit je lippen laten doen? Nee, ik heb nog nooit, maar dan ook nooit, een plastische chirurgie ingreep gedaan. En ik ben trots op mijn eigen lippen. Mila Hageman vraagt, wat vind je het leukst aan YouTube en wat vind je het leuk aan je eigen kanaal? Ik vind YouTube gewoon super leuk omdat je daar al je creativiteit in kan stoppen. Weet je wel, bijvoorbeeld de vlogs die jullie nu zien. Ik vind dat heel erg leuk om te editen. Gewoon een beetje elke week wel iets anders. Een kleine toepassingje te doen. Bijvoorbeeld, nu doe ik in de vlog een Q&A. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat het een keer een pashokjes shopblog wordt in de vlog of whatever. En mijn eigen kanaal is gewoon, ik ben 4 jaar geleden begonnen met YouTube. En ik vind het gewoon nog steeds hartstikke leuk. Dus dat. En Kiara vraagt, wat is het leukste moment met mij? En dat is toch wel de eetmomenten. Als we honger hebben en trek hebben. Of ja, toch wel echt een leukere, grappige moment waarvan ik echt denk, cute dit. Dit waren alle vragen. Heb je nou nog een vraag niet gehoord en wil je die stellen? Dan kan je die stellen in de comments. En dan spreken jullie morgen weer. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zondag. De laatste dag van deze weekvlog. Wat ik vandaag ga doen is vrij weinig. Ik heb net het hele huis even opgeruimd. Want dat was nodig. De keukentafel is nu helemaal oké zoals het was toen ze weggingen. De woonkamer is ook wel redelijk oké. Ik heb net lekker even gedoucht. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb lekker mijn chill outfitje aan. Ik ga nu lekker tv kijken, een vlogje aanzetten, even lekker chillen. En dan zie ik wel wat ik ga doen vandaag. Het is in ieder geval super lekker weer trouwens. Oh, dat heb ik jullie ook nog helemaal niet laten zien. Maar vorige week hebben wij dus een nieuwe lamp gekocht. En dat is deze geworden. Heel mooi. We hadden eerst van die, daarboven hadden wij dan van die 3 van die sportjes. Die staan hier niet meer, maar toen wou mijn moeder een nieuwe, dus toen hebben we deze aangeschaft. En deze is gewoon van de IKEA en dan zie je gewoon, zeg maar, is dit de binnenkant. Super mooi. En dan ben je de
vlog aan het monteren en dan kom je erachter dat je geen einde hebt gefilmd. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En vergeet me ook zeker niet even te volgen op social media. Instagram, Twitter en Snapchat. Allemaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie maandag weer terug op mijn YouTube kanaal. Doei!